kwam van Amerika. Van Amerika. Maar ik ga hier meteen in nemen. Ja, ga maar afzetten. Groot is het smeer. Nee, ik mag het niet zeggen, maar het is alsof je een hamstrand in je mond. Zo erg is het niet. Bitter, maar je hele mond kreeft zich niet helemaal te zijn. Binnen de psychiatrie is er een kanteling gaande. Naast de gebruikelijke medicatie en therapie worden er steeds meer projecten gestart die mensen in hun kracht zetten. Zo werd er in het Judith van Zwethuis in Amsterdam een heuse muziekstudio gebouwd. In deze studio ontstond het muziekproject QUIK. QUIK staat voor Kijk wat ik kan en doelt op het verbinden van mensen door middel van muziek. Wat het project zo bijzonder maakt, is dat ook familieleden, woonbegeleiders, teammanagers, buurtbewoners en beroepsmuzici meedoen. Wij volgen in deze film Olaf, Sharon en Jan. Zij maken deel uit van de groep van 40 mensen die zich over een periode van 5 maanden voorbereiden op een groot optreden in het Bellevue Theater in Amsterdam. Ik vind het soms lastig om te zeggen dat de muziek therapeutisch kan werken bij mij. Omdat ik de nadruk soms niet te veel wil leggen op mijn problematiek met de muziek. Ja, de muziek is dan toch eerder voor mij een soort ontsnappingsmechanisme misschien. Dat ik gewoon eerder de muziek zou gebruiken om juist het gevoel meer te uiten. En de gedachtes dan eventjes hopelijk een beetje op de achtergrond te zetten. Muziek kan ook heel veel spanning meebrengen. Yeah. En heel veel stress en heel veel onzekerheid. Yeah. En ook het omgekeerde. Per definitie word je van muziek altijd blij, toch? Zet maar een cd'tje op van mooie muziek en je wordt alweer blij. Of je wordt geroerd, je wordt geraakt. Ik denk dat mensen het daarom vaak noemen omdat muziek bij heel veel mensen raakt. En het dus iets teweeg brengt. En het kan dus daardoor ook als een soort medicijn werken. En dat ook wel iets krachtigs is van dit project. Dat je gewoon allemaal deelgenoot bent. En allemaal vanuit muziek daar staat. En niet vanuit problematiek of wat dan ook. En iedereen daarin dus eigenlijk even kwetsbaar en even krachtig is. Wat ik wel belangrijk vind is dat wij als familie en als moeders altijd hebben geweten dat er meer in onze kinderen, veel meer in onze kinderen zit dan er overbleef na alleen maar ziek. Oftewel, wij weten dat daar nog van alles in zit. Aan creativiteit en vooral op dat creatieve gebied en op het muzikale gebied.